15 juli 2024. Het is nu precies kwart. Kwart over 6 in de middag in Suriname. Het heeft vreselijk geregend. En ik ben op pad met Farias. Is een hoge pick-up. Omdat we heel erg benieuwd waren hoe het verkeer eruit ziet en wat de status van de straten zijn. Ik ben nu aan de Franciapanenstraat. En zoals je kan zien, eigenlijk is het niet meer een straat, maar het is de Franciapanenrivier geworden. Goed. En het is verschrikkelijk. Nou goed, ik denk dat het gewoon leuk gaat zijn om een beetje over de theorie te praten. Farias, je bent toch bokken? Civil engineering. Dus we kunnen eigenlijk... Deze meneer kan gewoon meer aan de linkerkant rijden. Hij hoeft niet in het midden te zijn. Kijk ja. Hoe hoog zijn wagen is. Ja. Mensen denken. Maar we kunnen een hele leuke discussie krijgen over wat er eigenlijk aan de hand is in Suriname. Eigenlijk ook, wel, hè? Ja. Want kijk, het heeft gewoon verschrikkelijk hard geregend. Dat is ook gemeld door de meteorologische dienst. Dus ik dacht, ik waarschuw iedereen ook gewoon. Maar misschien kun je ook de mensen advies geven, de mensen die vooral met de hoge wagen zijn. Ja. Dat wanneer zij bijvoorbeeld die wagen die voorop daar aankomt. Ja. Wanneer zij zo'n wagen zien aankomen, dat zij juist stoppen. Want deze golven. Ja. Kijk een ezel. Ai boy. Diep haast. Ja, maar waar ga je naartoe? Ja, en is ook niet goed voor je auto. Want wat ook gebeurt als je te hard rijdt. Kijk hoe het gaat spatten. Kijk hoe die twee golven naar elkaar toe gaan. Kijk, zie je? Kijk. Ja. En als die gast zijn altimeter water krijgt. Ja, stikt die. Nee, ik vind het ook erg asociaal wanneer je zo hard rijdt. Want je moet ook rekening houden dat alle water dat je verplaatst in mensen hun huis terechtkomt. Hè. En het kan nou net dat stukje zijn van water dat, dat in die mensen hun huis komt en hun apparatuur en spullen gewoon kapot maakt. Maar het is wel shocking. Je kan bijna zeggen dat die man die daar verderop loopt, zijn knieën, dat hij op kniehoogte. Nee, man. Nee, ik overdrijf. 30 centimeter. Kuithoogte. Onder water is. En dan moet je je voorstellen, het is nu app. Dus die sluizen moeten nu open gaan. Oké. Kijk, zie je? Oké, dus. Het is nu app. Ja, het is nu het laagste punt, dus nu mogen die... Ja, we gaan naar het laagste punt. Oké, dus ze gaan de sluizen opengooien. We moeten die sluizen opengooien nu. En dan gaat dat water... Kijk, deze manier gestikt. Oh jee. Ja, het ziet er niet zo goed uit. Nee. Maar goed, ik ben aan de Franciapanenstraat. En het is best wel heftig hoor, vind ik. Eigenlijk alle zijstraten aan de Franciapanenstraat zijn ondergelopen. En is Franciapanenstraat, de hoogte van de Bindastraat. En je moet inderdaad gewoon niet te hard rijden. Maar goed, het heeft heel erg hard geregend. Een korte periode. Dus al... Je mag je infrastructuur nog zo goed inrichten hoor. Kijk, natuurlijk. Ik verdedig niet, want dan ga je straks horen. Dus dat is politiek geleerd. Maar in principe als het veel regent, kan je het systeem het niet aan. En we weten zelf wel dat ons afwateringssysteem al jaren aangepakt moet worden. Ik heb vanochtend ook een hele mooie foto gezien bij Rolle Verwij. Van een foto van het centrum in 1924, dus precies 100 jaar terug. Ook toen liep het al onder water, dus je kan nagaan met... Why? Lekker aso. Eigenlijk wil ik bijna die kentekennummers registreren. Want niet omdat je een hoge auto hebt, wil dat zeggen dat je zo asociaal moet zijn. Dat is echt super asociaal. Je maakt iedereen nat. Nou, de Broek op Wonderlaan wil ik gewoon niet zien.
Ik denk niet dat het slim is om de Brokopondelaan in te gaan. Oh, klopt. Maar... meneer, daar heeft een systeem gebouwd. Ja. Waardoor eigenlijk als het ware praktisch heeft hij zijn erf gepolderd. Ja. En nu pompt hij al het water eruit. Oké. Maar kunnen mensen dat doen, polderen? Nee, je doet het met de schutting, toch? Oké. Je bouwt de schutting dusdanig dat er geen water naar binnen komt. Aha. Maar mocht het dan wel zwaar regenen en jouw erf komt dan onder water te staan, dan bouw je zo een systeem om het overtollig water eruit te pompen. Maar is er een sluis hier bij de vrouw? Waar wordt het water van Frangipanestraat en omgeving geloosd? Weet je dat? Zonnebloemstraat. Oh, dus het gaat... Die boot langs de Zonnebloemstraat. Oh, onder andere. Oké. Ja. Oké, dus we zijn het eerste stukje. We gaan nu richting de Zonnebloemstraat. Maar ik weet niet waarom mensen zo hard rijden. Ik snap het niet. Ik snap echt niet, tenzij je een medisch probleem hebt, begrijp ik niet waarom je zo hard moet rijden. Het is ook gevaarlijk, je weet niet waar gaten zijn. En je laat dat water gewoon in mensen huizen gaan. Maar goed, oké, dus er is een klein stukje waar hoger ligt. Maar jongens, het is echt heel erg. En het heeft niet zo lang, hoe lang heeft het gelegen? 40, 50 minuten, maar wel stevig. Ja. Oh nee, dat heeft langer dan 40 minuten. Het heeft zeker aan 2 uurtjes gelegen. En ja, dit is het eindresultaat. Het gaat ook vaker gebeuren. Maar kijk. Oh, dit is je. Wat ga je ons uitleggen? Ik zie daar iets. Mensen zijn ook water aan het pompen. Ja. Dus meerdere mensen hebben dat systeem waarbij ze het water laten pompen uit hun erf. Maar goed, kijk, weet je wat het ook is? We hebben overal steen gezet. Iedereen asfalteert. Kijk, zoveel steen. Dus als het regent, dan heeft het water nergens dan naar de straat toe te gaan. En dat veroorzaakt ook dat het water zo lang blijft liggen. Kijk, inderdaad, deze mensen hebben een systeem. Ja, maar ik weet niet of je gaat willen. Vraag hem maar. Goeiedag, meneer. Ik ben live, maar ik wilde weten of u wil uitleggen hoe u het water van uw erf pompt. Zou je dat willen vertellen? Nee, we komen nee, want dan komen we dichterbij. Eén momentje. Kijk, iemand gaat uitleggen hoe dit systeem werkt. Maar zie je, ik heb mijn mic niet meegenomen, jongen. Dus ik hoop dat je die meneer goed gaat horen. Laat me even. Jullie gaan me nu wel moeten zeggen. Of jullie me horen. Zo. Kijk, inderdaad. Het erf onder water. Maar misschien, dus heeft een dompelpomp gekocht. Oké, waar heeft u die dompelpomp gekocht? Gewoon bij de week, gewoon bij een Chinees? Oké. En eigenlijk, je zet het aan stroom, je pakt gewoon het laagste punt. En je laat die pomp het werk doen. Okay. Ik heb het al op een paar plekken gezien, ja. Maar er stroomt als iets water via je poort naar binnen. Op dat moment is het op level. Ik probeer niet veilig te krijgen. En dan stop je vanzelf. En dan weer open maken. Oké. Nou, dat is een leuk concept. Bedankt hoor. Kijk, en ik vind dat water is inderdaad gericht op de plek waar de afvoer is. Dus je ziet, het water loopt weg, hè. Het is gewoon veel. En het verstopt niet, het loopt gewoon weg. Dus zo slecht is het afwateringssysteem niet op alle plekken. Sommige plekken moeten aangepakt worden, maar hier aan de Frangipanestraat trekt het water wel weg. Kijk, bij mij thuis liep het nooit onder water. Maar wat ik dus wel ben gaan merken, is dat het nu wel onder water loopt, maar wel wegtrekt.
het water trekt wel snel weg. Maar als je pech hebt, ja, dan wordt het wel lastig. Oké, dus dat was de Franciapanenstraat. Gaan we een beetje verder. We gaan nu, waar, welke kant gaan we uit? Oké, we gaan dus nu naar de Zonnebloem. We zijn dus Paramaribo Zuid. Het is vandaag 15 juli. Het is nu 6:30. Ja. De Zonnebloemstraat. En daar moet het water naartoe. Oké. Maar hier zit vol. Daar zit vol. Maar je ziet, ook het water daar stromen. Ja. Hè? Hij stroomt wel weg. Hij stroomt naar die kant. Oké. Maar dan gaat hij naar de rivier, no? Geen idee. Oké. Maar in ieder geval, het stroomt weg. Het is dus... de Saramaca-kanaal uiteinde. Oké. En de Saramaca-kanaal wordt nu opgehaald door de World Bank. Dus dat gebeurt nu ook. En het water, het is gewoon veel water. Dus het water trekt weg. Oh, nu maken ze het schoon, sorry. En dan wordt het, nadat het schoongemaakt is, wordt het opgehaald. Maar je ziet het, het kanaal, ga ik het noemen, de goot is vol. Maar hier zie ik het niet stromen, maar volgens mij, I don't know. Ik ga geen uitspraak doen als ik het niet zeker weet. We zijn dus nu aan de Zonnebloemstraat. En zoals je ziet, ook hier, maar dit is wel een weg, deze weg rijd ik niet. Dus er zijn bepaalde wegen die je moet vermijden. Als je eigenlijk van noord naar zuid wil, pak ik altijd de Gemeenlandsweg. Ook de Gemeenlandsweg was onder, maar niet zo erg onder water als hier. En plekken als Margaretalaan hoef je echt niet te gaan. Brokopondolaan hoef je echt niet te gaan. Hier vind ik al een beetje risky business aan de Zonnebloemstraat. Zou ik ook nooit rijden. Maar goed, je moet op een gegeven moment van oost naar west. En de Koppenamestraat. Dus de Koppenamestraat, de Jagannath Lachmanstraat, vind ik een twijfelgevalletje. Het was laatst ook onder water, maar ja, niet zo erg. Niet zo erg. Ja, hier is ook om verdrietig van te worden. Maar ja, de goot is vol, hè, met plantjes. Dus, maar ik ben heel blij dat Fayaz mij is komen halen. Zeker naar links gaan. Maar iedereen heeft de gedachte dat het midden van de weg het hoogst is en dus rennen ze daar. Wat wel leuk is, de kinderen genieten. Die zijn lekker aan het spelen in het water. Ik hoop wel dat hun ouders ze straks met Dettol gaan baden, want uiteindelijk het blijft vies water, hè? Al is het veel. Maar mooi. Eindelijk kan ik ook een beetje filmen, want als je rijdt kan je niet filmen, hè. Ragnar, laat me met rust. Ik zit in semi-Venetië, maar laat me jullie één ding vertellen. Ik heb heel veel gereisd. En wanneer het in Miami zo regent, is dit precies wat je krijgt. Zodra er te veel water in een korte tijd naar beneden komt, ga je ondergelopen straten hebben. Het water moet gewoon niet te lang blijven zitten. Dat is vervelend. En, ja, kijk, dit is ook bommetje vol. Deze goot hier aan deze kant. En je zou het eigenlijk, ja, ontdoen van alle gras. Dan is er meer ruimte voor het water. Maar mijn god, de Gouden Riegenstraat. Oei. Wel, Gravenbergstraat. Ja. Dus een paar tips, mensen. Blijf gewoon aan jouw kant van de weg rijden. Oei, kijk. Iemands... De onderkant, ja. De onderkant van iemands auto is losgekomen. Dat krijg je als je veel te hard rijdt. Of is het een band? Als je te hard door het water rijdt, je hebt aan de onderkant van je auto, heb je een... Ja, het heet, ze noemen het een liner. En eigenlijk is die liner, ik dacht al die tijd dat die liner er was om het water niet in je motor te laten gaan. Maar het is eigenlijk een bescherming voor steentjes en zand. Dat het niet tegen de onderkant van je auto slaat, als een soort beschermlaagje. En als je dus te hard rijdt, kan je een spatie, kan je wrijving tussen je liner en je auto krijgen.
En daarna raakt het los. Dus ook daarom is het een reden om niet zo hard te rijden. Maar goed, kijk. Het heeft vaker geregend, maar ik zag ook op de weather app, Windy heet het. Het is een rood achtergrond met de W van Windy in het wit. Oh, kijk de Senjastraat, ook onder water. Hier is ook zo onder water. Je moet gewoon rustig rijden. Ja, ik ben in een panzerwagen opgehaald, dus deze wagen kan het hebben. Ja, Fonne, dat zeg ik ook in Nederland, in Miami. Als het hard geregend heeft in een korte tijd, is dit het. En je mag zeggen wat je wil, de meteorologische dienst heeft ervoor gewaarschuwd. Toch? Dus het is niet dat we het niet wisten. Het is gemeld dat het heel hard zou regenen in de namiddag. Wat voor auto hebben we, Baya? Hilux. Een Hilux. Het doet zijn naam eer aan. Full mechanisch, geen sensoren. Oké. Okay. Ja, dat soort dingen maken ook uit. En weet je, nogmaals, iedereen zegt, oh, je moet er werk van maken, maar als er zoveel water naar beneden komt. En nogmaals, ik ben het met jullie eens, het afwateringssysteem moet aangepakt worden. Maar als de meteorologische dienst meldt dat het heel hard gaat regenen, dan weet je, ongeacht je afwateringssysteem, ga je onderlopen. We moeten gewoon eerlijk zijn, we moeten de zaak gewoon nuchter bekijken. Maar wat je wel kan doen, is minder vuil op straat gooien, waardoor de riolering niet verstopt raakt. Als je bouwt, erop letten dat je zand niet in de riolering terechtkomt, dan help je al een handje mee. Als jij voor de deur van je huis schoon houdt, help je handje mee. Maar wat ik ook zou zeggen aan mensen, als je niets te zoeken hebt op straat, mijn Jezus, blijf thuis. Vooral als je geen hoge auto hebt. Je belt is nat geworden. Zie je. Maar het is... En zo zie je, je ziet precies ook waar de lagere delen zijn. Ik ben nu aan de... Is het Faya Lobbystraat? Bij Stichting Lobby. En ja hoor. Het is... Het is mooi hoog hier. Het water. 50 centimeter onder water. Hier 50 centimeter. Estimated 50 centimeter onder water. Dus ik zou niet hier rijden als ik jullie was. En ik ga even navragen, weet je. Er is een app, het heet Waze. Want ik was al begonnen te kijken in hoeverre we een app zouden kunnen ontwikkelen. Zodat mensen hun waterstanden of de situatie voor hun huis zouden kunnen doorgeven met foto's en met filmpjes. Maar dat ding kostte iets van $10,000. Ja, waardoor ik het niet heb kunnen bouwen. Maar het is goed. En kijk, er is te veel steen, hè? Dus het water kan niet verdwijnen in de bodem. En dus gaat echt alle water, want iemand legde dit ook uit, hè, technisch gezien. We asfalteren overal, we bestraten overal. Het water kan dus niet via de bodem gelijk verdwijnen. En gesloten riolering. En we hebben gesloten riolering, maar ik ben wel blij met die gesloten riolering. Want ik ben in Georgetown geweest en een open riolering is echt niet leuk. Een riolering is makkelijker te onderhouden dan een gesloten riolering. Dat is waar, want ik denk dat een heleboel van die kokers misschien ook, sommige zijn verstopt, sommige zijn kapot door de jaren heen. En om te gaan detecteren waar kapot is en waar vol zit, is moeilijk. Is moeilijk. Ja, deze goot is ook vol hoor, je kan het niet goed zien, maar het is ook vol.
Dus ay baya. Ja. Wat dan kijk waar die sluis is. Oh. Ik ben dan nooit bij die sluis geweest, dus ik ben wel benieuwd. Oei, kijk kijk. Mensen rijden zo hard. Mensen met pick-ups, jullie zijn asociaal, jongen. Jullie houden hier rekening met... Eigenlijk moeten mensen beboeten worden. Eigenlijk zou je gewoon met je telefoon... De overheid moet gewoon een wet slaan. Mensen die met hoge auto's hard rijden, maak een filmpje. Als je kan aantonen dat ze te hard rijden, gewoon... gewoon een boete geven. Oei. Meneer, kunt u even wachten? Maar ja, dit is alleen Zuid, hè? Dus de Kopenamenstraat is ook onder water. Een wagen is gestikt. Ja, als je fiets hebt, mooi. Als je geen gemeenlast weg kan rijden, blijf thuis of blijf wachten. Want je gaat zomaar je auto slopen. Je gaat die potjesrift zomaar in pijn maken. Kijk wat een dominee kreeg ze. Maar ja, ik ken al die namen van die kreken niet. Maar ja, hier ligt duidelijk wat hoger. We gaan nu de quarantainstraat in. Hè? Ja. We gaan nu de quarantainstraat in. Dat is helemaal droog. En dit is ook een heel groot afwaterings... Dominee-kreek. Oh, dit is de Dominee-kreek. Nou, de Dominee-kreek. Nee? Nou, ik denk wel dat er water is als ik naar die plantjes kijk. Hij is wel met water, maar het ding dat ik kan halen wel met water. Ja. Nou, de quarantainstraat gaat goed. Want deze straat, eigenlijk zouden ze hier moeten doortrekken, toch? Om eigenlijk die ontsluiting te krijgen. Maar ze willen niet. Nee. Er is hier hier kan er een weg gebouwd worden om de druk van het Hooghuisstraat af te brengen. Kijk hier, het is niet vol. Deze kreek is niet. Ja, is het vol? Nou, er kan nog wat water bij. Dat zijn waterlelies. Waterlelies drijven op water. Het feit dat die waterlelies zo hoog zijn, geeft duidelijk een indicatie van hoe hoog het water is. Juist, maar er kan nog water bij. Hier. Ja, maar je hebt te maken met... in natuurkunde noemen ze dat communicerende vaten, waar ja. Het waterniveau maakt niet uit waar hoog of laag is, maar op een bepaald moment gaat die overal gelijk zijn. Ja. Dus als je hier, het niveau wat je hier ziet, ja. Zal ook het niveau zijn van wat in de Sarapaka kanaal is. Oh. Kijk, zie je? Ja, kijk, hier zie je het water wel. Maar kijk, hier is het ook goed gebouwd. Het water gaat automatisch naar het kanaal toe, want hij helpt ook. Ja, oké. Okay. Ja. Is ja. Oké. Okay. Het algemeen is hier droog. Ja, no? Ja. Oh. Maar kijk, het water stroomt. Als je goed kijkt, zie je bij die amandelboom, het water stroomt. Dus het water gaat wel, het wordt wel afgevoerd. Ja. Niet zo snel als je zou willen, maar het stroomt flink hoor. Ja, dus ik ben bang. Ik ben altijd bang om in te zoomen, want als ik inzoom, kan ik nooit... Oeps, verkeer. Als ik inzoom, dan moet ik altijd uitzoomen. Wacht, kijk. Zie je hoe hard het water stroomt? Het water stroomt hoor, en flink ook. Dus, ja, god. Wat zal ik zeggen? Het water stroomt. Flink, niet te zuinig. Kijk hier met wat voor vaart het water. Dus ja. En als het water ook. Als je ook te veel lage plekken hebt, blijft het water gewoon zitten. Dan mag je doen wat je wil. Het water gaat niet wegtrekken. Er zijn nog gewoon eenmaal plekken waar het water blijft zitten. Zoals hier. Het water kan nergens naartoe stromen. Je moet het echt eruit pompen. Dan blijft het zitten. Het is gewoon niet goed gebouwd. Ja. En hier is het lager. En dit water gaat lang blijven zitten, want het is in een soort
Okay. Komtje ga ik het noemen. Dat ik langs de zorg, maar ik kan altijd komen. Oké. Okay. Denk je? Ik ken hier niet zo goed. Kijk, hier, als je je huis, je kijk, hier heeft open riolering. Maar hier is goed droog. Geen probleem. Zandweg. Oei. En het is een zandweg en het is geen probleem. Alle water is weggetrokken. Omdat het hier gewoon goed gebouwd is. Ik kom voor het eerst hier. Ik wist niet eens dat je zo kan rijden. We gaan kijken wat de stand van Saramaca Kanaal is. Oh, maar dit is een doodlopende weg, denk ik. Of niet? Ja, je gaat nu op iemands terrein. Ga even kijken. Alleen op afspraak mag je naar binnen. Oh, kijk, dit is dit de Saronbrug? Oh! We zijn nu dus bij de Saronbrug. Maar we zien niemand. Want we willen kijken of die Saramaca, wat de stand van het Saramaca kanaal is. Want het is nu eb en dus kunnen de sluizen open. En natuurlijk, als de pompgemalen het doen, dan kan het water makkelijk eruit gepompt worden. Maar als die pompgemalen stuk zijn, moet het gewoon met zwarte kracht. Kijk, daar is open. Ik denk dat er mensen daar zijn. Oké. Okay. Je gaat even vragen? Ja. Ja. Kijken of er honden zijn, of die ondergebonden zijn. Want eigenlijk, dat is de Saronbrug. En eigenlijk, als we dus verder zouden lopen, dan zou je kunnen zien wat de stand van het Saramaca kanaal is. Omdat eigenlijk dat een van de hoofdkanalen zijn waar het water afgevoerd moet worden. We gaan even kijken of die mensen thuis zijn. Het is wel open, maar we zien het niet. Ik hoop dat morgen de kinderen naar school gaan kunnen gaan. Kan je zien? Oké. Okay. Die meneer komt naar buiten. We gaan even toestemming vragen om te kijken of we kunnen filmen hoe de stand van het water van, van het Saramaca kanaal is. Ze gaan even vragen. Dan kunnen we zien of het water vloeit. Maar je kan niet zomaar mensen filmen, toch? Dus we moeten even toestemming vragen. Maar ja, ik wens dat ik in de staats kwam praten, helaas. Wat zegt hij? Oké, okay. Maar waar gaan we? Oké. Okay. We gaan naar het kanaal toe. Oké, okay. We gaan dus nu naar het Saramaca kanaal toe rijden om te kijken wat de stand van het Saramaca kanaal is. Het Saramaca kanaal wordt momenteel schoongemaakt door de World Bank. Of in samenwerking met de World Bank en het ministerie van Openbare Werken. Na hoeveel jaren? Het is na, volgens mij is dat ding nog nooit opgehaald. No? Even kijken of we ergens kunnen komen. Boy. We gaan kijken of we... Oei. Boy, no, je durf, minder durf jij daar? En moet jij lopen? Ik ga niet lopen. Laat me even. Ik had mijn kaplaarzen mee moeten nemen. Ik ben met mijn mooie hak in de auto gestapt, want ik dacht, kijk maar met mijn mooie schoen. Want ik dacht, ik hoef niet uit te stappen. Ga even kijken. En mee, je weet ik ben een hero, maar mijn vrede snik je wel. Wat, je gaat gewoon rijden. Boy. Die flinke mensen. Kijk, ik zie mooie vlinder daar fladderen. Het is de mooiste tijd voor mij van de dag in Suriname. Boy. Is je? Huh.
zie je wat mensen bereid zijn voor jullie te doen om jullie te laten zien. Mikado, Farias, we moeten niet vallen en niet. Stop haar! Oh my god. Oké. Okay. Kijk, Mikado, stop. Mijn gunstens, ja. Kijk, kijk hoe hard het water stroomt. Oké, okay, we gaan dit nu wel filmen. Uitstappen. Uitstappen met mijn hakken. Gaat de slang me niet beten? Kijk, je mag met mijn telefoon gaan. Want ik probeer in te zoomen, maar het lukt me niet. Go. Farias gaat jullie begeleiden. Ik voel het netjes in de ogen. Nee, dus. Maar je ziet mijn McBody. Huh? Maar kijk, kijk. Zien jullie hoe snel het water stroomt? Kijk hoe het water stroomt. Het water stroomt echt, boy. Oké, we gaan terug. We gaan backwards. Oh my god. Het is echt. Boy. Zie je wat Farias bereid is voor jullie om te doen, om jullie te laten zien. Ik ben wel blij. Het is inderdaad super spannend. Ik ben nu bij de Saronbrug. En we zijn gereden naar het Saramaka kanaal. Om te kijken wat de status is. En wat je dus ziet is dat je hoofdafvoer van water gewoon goed doorstroomt. En het feit dat... We willen het ook sneller. Maar we moeten nog even wat geduld hebben. Zie je, we zijn boy. Dit is investigative journalism. Nou, bedanken die meneer. Ik weet niet hoe hij heet. Dat we van zijn achtertuin gebruik mochten maken. Om te kunnen zien dat het water dus gewoon gestaag wegstroomt. Gestaag, net snel. Gestaag snel? Gaat nee, snel? Het is snel. Oké. Okay. Gestaag is weer iets anders. Oh, gestaag is niet snel genoeg, maar het gaat snel. Het water stroomt snel weg. Maar ja, ik moet ook even kijken hoeveel millimeter, want ik wist ook niet de hoeveelheid. In Nederland zeiden ze altijd hoeveel millimeter water er viel. En eigenlijk is de hoeveelheid water dat valt op een vierkante centimeter. Vierkante meter. Ja, maar eigenlijk hoeveel millimeter valt op een vierkante meter. Je kan het ook steeds verkleinen. Geeft aan hoeveel water gevallen is. En ik moet nog even natrekken. Hoeveel water er precies gevallen is. En eigenlijk is het heel simpel, hè. Als je weet hoeveel water het afwateringssysteem kan verwerken versus hoeveel water er valt, weet je hoe lang het water blijft zitten in combinatie met eb en vloed. En of er pompen zijn die werken, pompen zijn die niet werken. Dat is allemaal bepalend voor het water. Ja, maar ik hoop dat dit morgen wel weg is, toch? Vanavond al. Vanavond al, oké. Als het niet meer regent, vanavond al. Oké, okay. Volgens mij gaat het niet meer regenen. Ik moet weer naar mijn Windy app gaan kijken. Ik hoop, want op bepaalde plekken trekt het natuurlijk minder snel weg. Ik hoop dat de kinderen morgen weer naar school kunnen.
Want op bepaalde plekken blijft het water wel langer hangen. Maar jullie hebben het gezien. Anomiere. Met eigen ogen heb ik gezien hoe bij het Saramaka-kanaal het water snel aan het wegstromen is. Dus wel goed dat, dat het Saramaka-kanaal schoongemaakt wordt. En als het opgehaald wordt, dan zal het natuurlijk dieper worden en dus meer water kunnen verwerken. Nou, waar gaan we nu? Zijn we klaar? Nooit. Zodat we het nog lekker kunnen wat doen. Ja. We gaan nog een klein ommetje maken, maar dan gaan we ook huiswaarts. Ik moet ook werken. Want iedereen denkt dat, dat ik hier betaald voor word. Ik doe dit allemaal voor de leuke. Om de Surinamers een beetje iets bij te brengen en iets te laten zien. Ja. Maar in principe heb je dus verschillende alternatieven. Eén, alvast als je als bestuurder op de weg bent. Hoef je niet in het midden van de weg te rijden. Het is ook gevaarlijk voor, voor de persoon die in de tegenrichting rijdt. Heb je een hoge auto en je ziet een lage auto voorbij gaan, stop even, want jij kan wel stoppen. Maar als er water in de alternator van de andere auto komt, gaat die auto stikken en dan zijn de problemen nog groter. Mensen met hoge auto's, rij niet zo hard. Want je laat het water ook in mensen hun huizen terechtkomen. En dat is helemaal niet fijn voor de mensen. En wat moet ik nog meer? Haal elkaar niet in. Ja, in alles. Je moet een grote ezel zijn als je, als je iemand inhaalt die al in een straat is die vol is met water. Ja, ja, klopt. Klopt helemaal. Hij moet iets psychisch niet goed zijn met jou. Als je dat doet. Ja. Ja, ik denk dat we dus ook wat meer moeten nadenken aan onze medemens. Maar goed, ja. Ja. Maar ik ga dus weer een post starten waar ik jullie ga vragen om aan te geven wat de hoogte van het water is. Zet alsjeblieft de tijd erbij, want het kan om 3 uur hoogwater zijn, maar om 5 uur is het water weggetrokken. Dus ik ga een post starten zo, waarin je kan aangeven waar je bent, hoe hoog het water staat en welke tijd je dat hebt gemeten. Want daar gaat het uiteindelijk om. We gaan dus nu ik ben in de Nkeri-straat. We gaan nu de Kopanama-straat, a.k.a. Jagannath Lachman-straat in. En dan zie je dat het water hier nog erg hoog staat. My god, het begint toch niet weer te regenen? Ja, ja, druppel. Het begint weer te druppelen. Oi, oi, oi. Maar Noord ga ik niet eens proberen. Ik denk dat ze daar hun bootjes eruit hebben gehaald. Helaas begint het weer met regenen. En hier is al heel erg... Iedereen is aan de rechterkant. Ja. Zelfs die hoge wagens zijn aan de rechterkant. Ja. In principe zouden die hoge wagens aan de linkerkant. Waardoor ze de mensen met de lagere auto's... Wij zijn aan de linkerkant. Ja. Ook wat ruimte geven, waardoor je de capaciteit van de weg ook beter benut. Ja. Maar goed, het is dus echt even... Voorzichtigheid geboden. Je weet ook niet waar er gaten zijn. Gelukkig de Kopanamestraat is een vrij goede straat. Maar als je het niet weet, kan je liever rustig rijden. We gaan nog een klein stukje rijden. Ja, het gaat niet leuk om het allemaal in te halen. Anders hebben we geen water in. Nee, de gym. Als je hard rijdt, komt er water. Ja, precies. Als je nu hard, die mensen kunnen nu nog sporten. Maar als je hard rijdt, gaat het water over de gym. Dus je moet, we moeten een beetje socialer zijn en een beetje nadenken over wat je je medemens aanbiedt als je te hard rijdt. We gaan zorg en hoop in. Ja. Zorg en hoop naar morgen repressie. En kijk, weet je wat ik ook wilde weten? AZ, hè? Ze hebben daar pas gerehabiliteerd. Volgens mij hebben ze daar ook een pomp gezet.
Volgens mij loopt daar niet meer onder, hè? Nee, je moet er ook eens bij horen. Dat waren vrienden. Boy, maar ik ben nooit daar. Ik heb begrepen, maar dat weet ik niet. Kijk, hier is goed. Want ik weet, bij mijn grootouders. Boy, Kennedystraat, Thompsonstraat, waar niks is. Nigado. Het water, kijk, het begint al hier. Het water is tot in de huizen, boy. Ja. En Saritori, het begint gewoon weer te regenen, dus. Probleem. Hier loopt altijd onder water. Hier is altijd zwaar, zwaar, zwaar. Jaren. Het is mooi die bad. Hij was het in een hoge auto. Ze maakt hier gas. Dus hier is wat? 30 centimeter. Dit is, deze goot is vol. Helemaal vol. Vol. Tot nokkie. Straat niet voor en zo. Hoger? Ja. Ja, dus ik bedoel straatniveau, maar ik bedoel, onze straat is onder water, de stoep zie je niet. Dus dit is bovenstraatniveau, kijk die mensen banden. Dus wat, dit is 20 centimeter, 15 centimeter. Het begint weer een klein beetje te spetteren bij haar. Laten we bidden dat het niet weer harder gaat regenen. Al deze mensen, als je te hard rijdt, gaat in hun huis. Kijk, hier is die. Kijk, hier hebben ze ook een opstapje gemaakt. Oeh, niet te hard rijden. Kijk, hier hebben ze een slim. Hier zijn ze al voorbereid. God, niet te hard rijden. Kijk, hier is hoog. Hier is het water. Kijk wat die banden. Mooi. Ik vind het erg hoor, als je hier woont heb je echt een probleem. Echt een groot probleem. Maar mensen hebben hun... Nou kijk, deze persoon zijn balkon is mooi ingedamd, dus dan word je niet naar. Hallo. Kijk daar. Maar kijk, zie je, ze hebben ook een bij hun deur. Het water komt niet in hun huis. Ze hebben ingedampt. Ja, gewoon stenen getrokken. Ja, ze hebben stenen getrokken en water dit. Mooi, maar hoe hoog is dit? Is hier is het hoog. Ja, waarschijnlijk is die mevrouw daar... Kijk, ik zie dat het open is. Hi boy. Dit is hoog. Dit lijkt erg hoog. Dit lijkt... Drie kwart van het band is onder water. Drie kwart van die band is onder water. Ja, klopt. Dit is erg hoog. Kijk, hier kom je wel op knie. Hier kom je wel op knie hoogte. Mijn god, mevrouw, met uw taart. Hey, hier woon je. Met je mooie taart. Deze mevrouw maakt lekkere chocolades. Hoe heet je bedrijf? Trebon Sweets, ik tag je. Jimmy Gado. Hey, oh, iemand is een taart komen halen, moet je het brengen. Moet ik het voor je brengen? Tje. Ze maakt baldadig lekkere. Dus ik moet nog steeds een keer een filmpje maken. Ze maakt chocoladebonbons. Kunnen we dat niet op de hoed van die auto? Nee, goed. In de bak. Tje. Deze mevrouw maakt verschrikkelijk lekkere chocoladebonbons. Ik vind het om te rijden anders. Kijk, ze moet afstaan. Maar waarom komt ze niet gewoon op de weg? Loop gewoon op de weg, is veiliger. En is hoger. Is hoger. Tje. Hey, language. Children are watching. Tje. Dit is wel een kiek. Maar laat me het verhaal over deze dame vertellen. Ze maakt verschrikkelijke lekkere bonbons, boy.
En Van Moppie. En Marcusa. En Surinaamse Paranotto. Je moet kijken, Trebon Sweets. Je kan er op Facebook vinden. En ze maakt echt een lekkere Surinaamse bonbons. Ze moeten niet die buitenlandse dingen kopen, ze moeten die Surinaamse dingen kopen. Ze doet moppie, ze doet churro. Bij al die smaken vergeten. Ik moet er bijna vragen. Hi boy. Tje. Surface with a smile. Ze konden naar hier zijn gereden met die auto, man. Dat kan niet. Wat is? Ja, jullie zijn stappen dan die Ranger. Maar vertel, wat voor bonbons maak je? Welke smaken heb je? Nee. Heb je op voorraad? Nee, oké, okay, maar wat voor maak je? Bonbons met Surinaamse smaken. Precies. Surinaamse chocolade. Nu is er Surinaamse chocolade. Die beurt hadden we het gedaan. Oké, okay, dan ga ik een apart filmpje met je komen maken. Maar vertel ze, welke smaken doe je? Churro? Gember. O ja, pepergember was het vergeten, lekker. Oké. 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 Is goed. To be continued. Trebon Sweets. Hoe lang loopt hier al onder water? Mooi, vanaf ik hier ben hoor. Het is al zes. Hoe lang ben ik al hier? 8 jaar ongeveer. Oké. Okay. Maar de laatste paar jaren is het wel erg geworden, hè? Ja. Maar drie. Sneller weg. Oké. Okay. Maar nu komt het echt wel in dat huis gewoon. Dat was het voorheen. En dat doe ik echt lang. Maar ik zal je nog kijken wat we hebben. Ik heb met de jongens van de buurt hebben we die put op de hoek daar. Ja. Stuur het voor me. Een kruiwagen. Peulen. Zo met zand. Die put, dus als je toen die put openmaakt, dan is het alleen maar zand. En met zand. Dus we hebben met de... Dat is loter riolering, hè? Ja. Dat is loter riolering. Ja, dus we hebben met de buurt hebben we laatst ook een meeting gehad. Ja. En we gaan gewoon een buurt organiseren. Om te ruimen. Precies, we moeten het zelf doen. Dus kan wel wachten. Beginnen we iets te doen. Geweldig. En ik weet niet of het komt omdat we schoon hebben gemaakt, maar ik vind wel dat het... water sneller wegtrekt. En het komt ook niet zo ver. Maar het kan ook dat het misschien niet zo open is. Ja, nee, het heeft heel hard geregeld, maar kijk, het water stroomt. Je ziet ook dat het water stroomt. Het is gewoon veel water. Oh, dus ik ja, zei ook tegen haar, als ik de hele buurt moet gaan doen, dan doe ik het, maar het komt in mijn huis en ik vind het, ik ben al moe. Ja, precies. Ik ben al moe. Ja, we moeten zelf actie ondernemen. Ja. Maar is goed, schatje. Bedankt. Yes. Doei, doei. Ga jullie naar Trebon Sweets. T-R-E-S. Spatie B-O-N-S. Sweets. En dan ga je die lekkere chocolaatjes vinden. Dan kunnen we een statement maken dat die Hilux in het water is gegaan waar die Ranger niet wou kan. Nee, tje, we gaan niet dingen. Maar je ziet hè, als je zelf actie onderneemt, dan help je jezelf. Natuurlijk moet de overheid actie ondernemen, maar mijn god, begin te kijken wat je zelf kan doen hoor. Het is uiteindelijk je eigen huis. Maar je hebt gezien, het is, ik ben nu op zorg en hoop. En net vertelde Shalini dat ze dus erg laag zit. We zijn nu aan de, ik ga niet eens lezen, de Vergeet Me Niet straat. Hier is het droog. Dus hier ligt het hoger. En we zijn dus op zorg en hoop. Het water is hier niet zo erg. Maar het spettert weer, dat betekent dat het gewoon weer gaat regenen. Ik hoop het niet. Het is echt, dus de sluizen blijven open, dus het water gaat blijven stromen. Wat? Ja, dus we zijn in de buurt van de Bernadette School. Dat is hier die water. Maar ook hier. Is het ja, kijk, dit soort auto's moet je hebben nu als je wilt travelen in Suriname. Hoi, kijk die post in Osso's jongen, zo mooi. Ik hou van dit soort dingen, hè. Oh ja, maar toch jullie er allemaal zijn.
ik weet God dat het zondag aanstaande niet regent. Maar er zijn weer open monumentendagen georganiseerd door Stichting WAF. Ik zit ook een beetje in de orga. En dan gaan we gewoon gezellig al die monumentale panden, of niet allemaal, in de binnenstad gaan we enkele monumentale panden openstellen. Hoekhuis is eentje. Ik moet het uit het hoofd doen. Het Hof van Justitie is eentje. Je kan de Tweede Waag naar binnen. Er gaan lezingen zijn. Ze gaan praten over de IDB's. Paramaribo Urban Rehabilitation Program wordt behandeld. Wat gaat er met de waterkant gebeuren? Wat staat er nog allemaal te doen in onze mooie binnenstad? En ja, je kan dus naar Hof van Justitie, het Bisschopshuis zit er ook tussen. En zo zijn er nog een paar monumentale panden. Ik ga ze allemaal listen. En dan kan je, we hebben een fotoboot in een van de officierswoningen bij het Fort Zeelandia. Kan je gezellig langskomen zondag, aanstaande 21 juli. Van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Sint John McLeod gaat ook om 12 uur samen met een lunch een mooi verhaal vertellen over de Waag. Dus je kan gewoon lekker langskomen. Ik heb niet eens al die comments gelezen. Waar zijn al mijn comments gegaan? De Franciapanenstraat en zijwegen zijn onder. Ik was een half uur terug daar. We gaan volgens mij dezelfde route terug. Maar we gaan via de Zonnebloemstraat terug. Gemeenelandsweg is goed te doen. Ik heb daar gereden. En het zal nu minder onder water zijn. De Gemeenelandsweg is op een rits gebouwd. Hè? Dus die weg is meestal oké. Maar je ziet. Ja. Niet te hard rijden. Hou links of hou rechts. Maar ga niet naar het midden toe. En dan kan je wel, dan komen we wel allemaal thuis. Als je een hoge auto hebt, niet cadeau. Rijd niet met volle vaart langs. Geef mensen met een laag om langs te gaan. Boy, ik mis haar. Ik heb een vriendin die woont daar aan de Ellislaan. Daar zal ook zwaar onder water zijn. Nen, app me even. Oh shoot, maar mijn app is op private, dus ik kan niet zien wat je app dan als je me zo appt. Maar we zijn dus nu aan de Koude Regenstraat. De verbindingsweg tussen. Ja, het is het verlengde van de Koude Regenstraat. Er was hier zo net een liner, dus we moeten ook kijken of we niet eroverheen rijden. Ja. Oh, dus wacht, inderdaad, je hebt uitgelegd. Als je niet weet waar de straat eindigt, dan moet je kijken of je een strookje gras ziet. Omdat je dan weet dat het een berm, dat die berm daar is. En dan weet je ongeveer waar de weg begint en eindigt, om het zo te noemen. Dus we gaan nu de Zonnebloemstraat in. Die begint ook al een beetje droger te worden, want hier was ze net. Ook flink onder water. We gaan rechts richting de Gemeenlandsweg. Het begint ook donker te worden, dus je gaat ook steeds minder zien wat er aan de hand is. Hier is nog een beetje onder water, maar minder erg als vanmiddag. Omdat we naar het Saramakka-kanaal zijn, ga je hebt gezien het water trekt weg. Ja, hier droogt al mooi op. De mensen die zeggen dat climate change niet real is. Kijk wat een beetje regen heeft gedaan. Nou, wat een beetje. Kijk wat 2 uur flink regen heeft gedaan. Want het heeft heel hard geregend, maar heel kort. En omdat het zo hard en kort geregend heeft, kan het water niet zo snel weg. Ja, dat zie je. Oh. Ja, bepaalde plekken zijn standaard de rivier. De Broekepondelaan, Margaretalaan. Dat zijn gewoon plekken waar je gewoon nu echt niet hoeft te gaan. Noord zal ook een vreselijke ellende zijn.
En hier moet je gewoon rustig rijden. Rekening houden. Ja. Niet voorbij die stroom aan. Oké, als je een meter, ja. Kijk, hier zie je gras en dan weet je, oh, hier is die berm. Dus aan de hand van waar je gras ziet, kan je ook een beetje inschatten. En als je een meter van de paal blijft, kan je ook goed. Maar, en als je niets te zoeken hebt op straat, blijf thuis. Ja, doe niet als ons. We laten je al zien wat er met je auto kan gebeuren. Maar ja, wij rijden in een panzerwagen, hè. Dus ik weet niet hoe het is met AZ. Volgens mij is AZ oké, boy. Want ze hebben daar... We kunnen even, we gaan even snel daarheen. Nou, snel. Eenmaal we hier zijn. Maar Benjaminstraat zal ook van je zijn, hoor. Ik was ook getraumatiseerd door de Benjaminstraat. Maar die is goed. Die jullie erin, toch? Ja. Dus we gaan richting AZ. Kijk, een oorzaak van iets is nooit één ding. We moeten en geen vuil op straat gooien. En toezien dat er geen zand in de riolering terechtkomt. En het afwateringssysteem moet aangepakt worden. Maar één persoon de schuld geven voor wat er gebeurt, dat vind ik niet fair. Echt niet. Er zou buurtcomité's moeten ja. Aanpakken. Eigenlijk moeten de RR-leden dit gaan doen, de resortsraadsleden. En kijk, dat gaat nu veranderen met de verkiezingen. Bij de nieuwe verkiezingen is het one person, one vote. Je gaat landelijk stemmen. Maar het tweede wat gaat veranderen is dat je vroeger moest je op alle RR en DR leden stemmen, waardoor je of VHP in een resort, of NPS, of NDP, of ABOP kreeg. En nu ga je op één persoon stemmen. Dus net als in de DNA ga je nu krijgen dat je verschillende politieke partijen, vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen gaat hebben, die in je resort bezig gaan zijn. Waardoor mensen ook een beetje harder gaan werken om je stem te krijgen. Dus dat vind ik een mooie ontwikkeling. Kijk, hier begint, hier bij Osseer begint het een beetje onder te lopen. Maar het water is al aardig weggetrokken hier. Maar het wordt ook al donker, hè? Dus dan ga je ook minder zien. Dus we gaan uit nieuwsgierigheid nog even richting AZ. En dan gaan we wel uitscheiden. Maar hier gaat al redelijk goed. De Gravenbergstraat zal ook niet maal zijn. Nee, klopt. Kijk. Die pick-up is 3/4 band onder water. Dus 20 centimeter onder water. Dus daar is geen pretje. Maar de Benjaminstraat is ook nog een beetje onder water. Dat is een kleine wagen, een lage wagen voor ons. Ja. En je ziet van dat het best droog is. Ja, dat die banden het best wel goed doen. Die arme brandweer, die arme brandfietsman, zijn ding is gestikt. Dus hij dat klaar is. We lopen naar huis nu. Wat gebeurt met je brandfiets als het stikt? Wat moet je doen? Wat moet je vervangen? Volgens mij gewoon lopen naar huis en dan alles losmaken, water eruit halen. En dan gaat het weer rijden, hè? Waarschijnlijk. Ga langs Elements, hier heb je ook lekkere broodjes morgen, hoor. Kan je lekker een cocktail? Nee, we gaan door. Nou, bij Elements kan je ook lekkere broodjes halen morgens om te eten. Kijk, hier is al droog eigenlijk. Hier is al droog. We gaan nu de AZ. Bij het Saramaka kanaal, dus boy, ik duim voor je dat het bij jou ook snel wegtrekt. Maar als dit gebeurt met vloed, Iklari, dan blijft het water, dan gaan de sluizen niet open. Oké, we zijn dus bij die rotonde van de
Benjaminstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Het COVID monument passeren we nu. En kijk, hier is droog. Hier is twee jaar terug aangepakt. Opengegooid. En er is een pompgemaal hier. Ik weet niet of het gecorrigeerd, gerepareerd, gedaan. Iets is gedaan. Hier is wel nog onder water die zijstraat, maar de hoofdweg, ja, dat ligt droog. Maar dat kan liggen vanwege zand die in de grote riolering is komen te staan, ja, toch? Ja. Nou, de mensen die zo graag wilden weten hoe het bij AZ is, volgens mij is het nog een beetje onder water, hoor. Maar deze hoofdweg, we liepen hier ook onder water vroeger. Ja. Dus hier liep ook onder water, dus je kan het wel oplossen. Hier is droog. Dat is wel opgelost. Ja. Hier liep het onder water. Hier is kurk droog. Maar bij AZ. Kwataweg is sowieso hoog. Kwataweg is ook op een rits gebouwd, dus die is ook droog. Maar dan gaan we hier bij AZ kijken wat de situatie is. AZ is nog onder water, hoor. Oei, even wachten. Die mevrouw is een beetje. Ja, mensen rijden niet onterecht tegenrichting om uit het diepe water te komen. Ze mogen niet terugkomen, maar ik ga geen kentekennummers documenteren, want ik snap het wel. Ik zou dit ook hebben gedaan. Ja, hier is nog onder water. Jongens, AZ is nog onder water. Maar ja, je voelt ook dat je omlaag gaat met die auto. Hier ligt cola. Ik weet nog dat die meneer, die beste man van NCCR. Hoe heet hij weer? Nee. Meneer Slijgaard, Jerry Slijgaard. Gezegd, die AZ is gebouwd op een van de laagste punten in Paramaribo. Je ziet ook. Kijk. Waterniveau van het Noah-busje. Ja, 75% van zijn band is onder water. Maar ja, het is het laagste punt van Paramaribo. Dus ja, als je hier dan het ziekenhuis bouwt. Nee, maar ze wisten toen al dat het het laagste punt was. Dus ja, het zijn keuzes dat gemaakt worden. En je had hier dan moeten ophogen of niet hier moeten bouwen. Maar kijk, dit is een. ZV is een BMW, denk ik. De helft van je. Oh nee, Mercedes. De helft van zijn band is onder, dus dat is 25 centimeter. Dat gaat niet meer rijden. Jawel. Oh, ja, maar we kunnen ze niet helpen. Nee, we kunnen ze niet helpen. Helaas. Waggy stick. Ik vind het jammer dat mijn inzoomen en uitzoomen altijd een challenge is, hoor. Wacht, laat maar die comments weghalen. Oh, die mensen willen langs. Laat maar. Ze duwen auto, tje. Maar goed, dus als je een AZ wil, kom niet met je ist. Ja, je gaat niet kunnen instappen. Maar met je best was het. Ja, kijk, het is echt. En we rijden hard hoor, en kijk hoe het water zit. Hier zou er echt wel een pomp op moeten komen, hoor. Om het water te pompen. Maar jongens, ik vind het welletjes. De groetjes aan iedereen, die hebben het gezien. Oh kijk, ze heeft zandzakken gezet. En kijk, de winkel is redelijk droog, je moet niet te hard rijden. Ja, je moet ook niet te hard rijden. Ja. Jongens, jullie hebben het gezien. Het was weer eens gezellig. Ik ga lekker naar mijn huis. De Soto wacht op me. Ik ga jullie groeten. Samen met Farias. Het was een leuke trip. Bedankt voor het idee. Ik ga straks die post openen om aan te geven waar onder water is. En zet de tijd erbij. Alsjeblieft. Zodat mensen weten waar ze wel of niet moeten gaan. De vrieshoelaan ook helemaal blank. Ik ga eruit. No, Margrethe, unaf draai.
Want je gaat gewoon, daar gaat, ik denk dat deze auto gaat dobberen. Ja. Maar je gaat het verschil tussen weg niet meer zien. Moeilijk herkennen. Ja. Oké, jongens, ik ga eruit. Hebben jullie het gezien? Het water trekt weg. Toen ik hier om, hoe laat was het? Kwart over vijf wegreed. Was het nat? Was het blank? Kijk, het water hier is al weggetrokken. Ik ben op de Kernkamp weg. Het is 7:50. De tijd gaat snel, man. En je hebt nog wat natte spots. Ik denk dat de Gemeenlandsweg nu droog is. Het water trekt dus gewoon echt weg. Toen ik hier reed vanmiddag, was 6:15. Waar ben je me komen halen? Want 6:15 zijn we begonnen met rijden. Dus ja, je was 4:45 moet je hier zijn geweest. Ja, dus rond 5:15. Half 6 was ik hier. En we zijn dus nu 2 uurtjes verder en het water is gewoon weg. We gaan eruit. Voorzichtig op de weg. Blijf liever thuis als je niets te zoeken hebt. Groetjes! En niet met e-bikes? Oh ja, e-bikes niet. Nee, want je e-bike kan je weggooien. Als je met de e-bike gaat rijden in dit water. Dus, en jongens die racen, haal niet in. Het is nergens voor nodig. Groetjes! Dankjewel Farias. We hebben een hele leuke tijd gehad. En tot de volgende keer met wat positiever nieuws. Maar het positieve nieuws vandaag was dat het Saramaka-kanaal het water stroomt. Het water wordt afgevoerd. Niet op het tempo dat wij willen, maar het tempo ja, dat wij willen, maar het trekt wel weg. Ik ga eruit. Als ik een indicatie krijg van de meteorologische dienst dat het weer zo hard gaat regenen, laat ik jullie weten. Maar je kan ook op je app kijken. Hè? Download Windy. Is een rode app met een witte weer op. En dan kan je zien hoe laat het gaat beginnen met regenen in jouw gebied. En zelf hoeveel centimeter of millimeter het gaat regenen. Dus je kan het checken. Hier was gewoon nat. Hier was gewoon onder water. En je ziet het is alweer droog. We gaan misschien nog een laatste bocht voor jullie draaien. We gaan de Gemeenlandsweg op. Ga lekker naar huis. En het water is helemaal weggetrokken. Maar neem geen Brokopondenlaan, geen Margarietalaan. Kopenamestraat zal nu ook droog zijn, denk ik. Zal ook redelijk droog zijn. Ja. En ja, hier was onder water. Maar kijk, droog, droog, droog. Maar het wordt nu ook te donker, je ziet niks. Maar hier is helemaal droog. Dus take care.